Welcome to the International Crafters Video Hub of November. The theme is designer series paper, and that's what I'm gonna use for a box. I'm Ellie Rijnvis from the Netherlands, and I go further in Dutch because it's my mother's language. I turn the camera and see you soon. Hallo bij de internationale Crafters Video Hub. Het thema voor november is designpapier en je ziet hem al liggen. Een box met een deksel van designpapier. Het designpapier wat ik voor de box heb gebruikt, dus voor het deksel van de box, het doosje is gewoon van kaartkarton. Dat is het Snowflake Magic designpapier. Het zijn drie verschillende dessins. Er zitten zes verren in een pak. En ik ga, deze heb ik met de, ja, een beetje... Het moet Los Lagoon voorstellen. Ik vind hem meer naar het blauw neigen. Ik vind het een prachtig kleurtje overigens. En daar heb ik een witte box bij gemaakt. Het is een best wel groot cadeauboxje. Een leuke label erop en je bent klaar. Dan heb je een prachtig cadeautje voor onder de kerstboom. Hetgeen die ik nu ga maken wordt een rood doosje met het wit zilveren papier. En ook daar heb ik de labels al voor klaar. Dit zijn de twee labeltjes en die heb ik met de... Ik zal het materiaal wat ik gebruikt heb onderin de box verlinken. Ik heb ze allebei geëmbost. Eerst gestempeld, toen geëmbost en dan heb je een leuke label cadeautje. De rest ga je straks zien. We gaan eerst rillen en vouwen en plakken. En daar hebben we uiteraard de pepertrimmer voor nodig. Nou, die leg ik eventjes zo goed mogelijk in beeld. Nee, we gaan hem eerst op maat snijden. Wat heb je nodig? Een stuk kaartkarton van 28 bij 21 centimeter. Nou, dit is de 21, dus ik hoef hem alleen naar de 28 te snijden. En hou je een heel klein strookje over, wat je eventueel nog ergens anders voor kunt gebruiken. Dan gaan we hem rondom rillen op 6 centimeter. En dan zie je de contouren van de doos al ontstaan. 6 centimeter. Dan pakken we het designpapier en die gaan we snijden op 24 bij 17 centimeter. Dus ik doe hem eerst op 17. Dan hou ik hier de breedste strook over. Dit hou je over. En vervolgens doe ik hem op 24. En deze ril je rondom op 4 centimeter. En designpapier moet je niet te hard rillen. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Want dan ga je iets makkelijker doorheen als door kaartkarton. Dus met beleid. En dan keer 4. Dan zijn de twee grootste stukken klaar. Want we gaan inknippen. En dat ga je recht omhoog hier. En daarna ga je een klein beetje de hoekjes ervan afhalen. En dat doe je met alle vier de hoeken. Dit papier hoort overigens bij de Winter Meadow Suite. Deze vier zijn klaar. Exact hetzelfde ga je doen met de box. Dus je knipt hem recht in op één hoek. Iets wat schuin de kanten weghalen, zodat je hem netjes kunt plakken. En dat doe je ook weer op alle vier hoeken.
Voilà. Dan pakken we een vouwbeen erbij en gaan we even alles navouwen. Alle vouwlijnen even natrekken. Zodat je lekkere scherpe vouwen krijgt. En dat doen we ook met het dekseltje. Dan hebben we ze allemaal klaar. Dan gaan we overal eventjes een stukjes tape opzetten op de flapjes. Zo dicht mogelijk tegen de vouwlijn aan. En dan kun je 2 of 3 stukjes erop zetten. Net nagenomen hoe vast jij hem wil hebben. Of hoe zeker je ervan wil zijn dat hij vast zit. Ik zet er meestal 3 stukjes op zulke grote flappen. En ook dat doe je weer bij alle 4 de hoeken. Zo, dan staat er op alle hoeken staat er tape. En dan ga je de tape eraf halen. Dat tape zet je overigens allemaal aan de goede kant in dit geval. En dan ga je het tape eraf halen. Dan zou je er ook nog wat vloeibare lijm bij kunnen doen op die hoeken om nog te kunnen schuiven. Ik doe het in dit geval. Als die wil lopen, kijk, doe je er gewoon wat extra vloeibare lijm bij. Dan zit die, dan kun je ook nog wat schuiven met die punten. En dan ga je hem invouwen. Je zorgt dat die 2 netjes recht tegen elkaar aan komen te liggen. Nou, dan ga ik dus de vouw al in. Dus dat is fijn dat vloeibare lijm heb gebruikt, want hij verschoof. En dan heb je hem netjes, dan heb je een keurige rechte hoek. Dat doe je vervolgens bij alle 4 hoeken weer. En ook bij de deksel. En dat ga ik even snel doen. Het wordt een hele korte video, want doosjes zijn echt niet zo moeilijk om te maken. Het zijn alleen de maten die verschillen. En dit is echt wel een lekker fijn groot maat doosje, waar je flink wat kerstcadeautjes in kwijt kan. En die ook heel leuk staan onder de boom. Als u dat doet, tenminste. Dus gewoon al die hoekjes eventjes 1 voor 1 afwerken. En dan krijg je een keurig doosje. En dit is heel lastig te zien, omdat ik in het doosje werk. Dit is wat beter te zien, denk ik. Hoop ik. Die nog. Zo, en dan ook hier weer. Netjes recht tegen die vouwlijn aan. En je hebt een keurige box. Dus het boxje. En datzelfde gaan we doen met het dekseltje. En dat doen we even versneld. Daar ga ik even niet bij zitten kletsen. Hoop ik de deksel op de box. Nou, schuif ik de deksel op de box. Zo. Leuk effect. En dan pakken we het carrot lint erbij. Dat leuke zwart-witte lint. Of het is zwart verre vanille, maar het mag van mij in dit geval wel hieromheen.
Nee, doe hem gewoon ook in de breedte. Zo, even kijken hoe groot ik hem moet hebben. De labeltjes erbij. En deze ga ik net even anders bevestigen als die op het blauwe boxje. Want hier pak ik nog wat zilverdraad bij. En daar zetten we gewoon een strikje in. Super eenvoudig te maken. Maar daarom niet minder leuk. Want hij is gewoon echt heel erg leuk om onder de boom te zetten. En deze kun je natuurlijk in alle kleuren van de regenboog maken. Ik vind dat zilver met dat rood gewoon heel mooi combineren. Maar je zou er ook goud bij kunnen doen. Je kunt hier in principe, zeker bij dat zilver, kun je alle kleuren combineren. Bij dat blauw wordt het lastiger. Zo. En als je er iedere keer ook nog weer een ander lintje gebruikt, nou, dan ben je helemaal klaar. Zo. Hier leg ik gewoon even een knoopje in. Dan pak ik nog wat zilverdraad erbij. Kom, dat was wel leuk om te matchen. Die halen we ook eventjes door de label heen, zodat hij niet wegschiet. Dit is net wat dunner. En daar pint ik dan eigenlijk dat zwarte lint mee vast. Dus die doe ik om het zwarte wit lint heen. Hier komt de strik in, het zwarte lint komt de strik in en je hebt gewoon echt gewoon een leuk luxe cadeautje. En je kunt het eventueel ook nog vastplakken aan het deksel. Dat ga ik in dit geval niet doen. Zo. Een lekkere grote strik, lekkere lange slierten. Gewoon omdat het kan. Hier komt een iets kleiner strikje in. Zo. En dan heb je een schattig kerstcadeautje. Wat zeg ik? Twee mooie boxen om onder de kerstboom te plaatsen. Met designpapier. En het designpapier heeft eigenlijk ook gewoon... Je kunt hem natuurlijk nog helemaal opleuken en versieren. Maar eigenlijk heeft dit designpapier gewoon niet meer nodig als een labeltje, een lintje, een doosje en je bent klaar. Ik hoop dat jullie het een leuke box vinden. De link naar de volgende vind je onder deze video. Vergeet vooral niet om door te hoppen, want er zal genoeg inspiratie te zien zijn. Dit was het wat mij betreft. Ik ga jullie vast wel weer eens terugzien. En tot de volgende. Doei doei!